Drie lockdown-overtreders zijn gisteravond aangehouden aan de voet van de Weidenbosbrug. De politie had de brug afgesloten en de overtreders moesten dus de avond daar doorbrengen en mochten om 5 uur in de ochtend naar huis. Inspecteur Rachel Deekman zegt dat de politie sinds woensdag tijdens de avondklok de bruggen afsluit. In Kommerwijnen zijn er woensdag 127 personen gecontroleerd, waarvan 11 in overtreding waren. Daarvan zegt Deekman dat er tegen elke overtreder wordt opgetreden. Echter worden er nog geen boetes opgelegd. Ze geeft aan waarom de politie de controles op de lockdown steeds verscherpt. De wetgeving is heel duidelijk. Er is ook een boetelijst gemaakt waarmee wij kunnen werken. Maar vanwege het feit dat de politie werkt op basis van wet en recht, leek het ons het beste om toch maar enkele haken en ogen in die wetgeving in combinatie met de boetelijst glad te strijken of glad te laten strijken, alvorens wij overgaan tot het beboeten van overtreders van dus die wet. En om te voorkomen dat het daadwerkelijk allemaal ongecontroleerd wordt, heeft de politie de verantwoordelijkheid genomen om daadwerkelijk te doen wat nodig is om te voorkomen dat het virus zich verder verspreidt. En uitgaande van wat de president heeft aangegeven, dat er vanaf 8 uur, vrijdag 8 uur tot en met zondagmorgen 5 uur sprake is van een total lockdown, de rest ons in te gaan op wat de president heeft aangegeven en maatregelen te treffen, zodat de burgerij daadwerkelijk gecontroleerd wordt, dat wij daadwerkelijk dus die handhaving in de hand nemen. Districtscommissaris Rajab Mohamed Safiq van Kommerwijnen, die ook aanwezig was bij de actie van de politie, zegt dat sommige personen het niet zo nauw nemen met de COVID-19 maatregelen. Hij wijst erop dat we niet op deze manier door kunnen gaan als we het COVID-19 virus willen indammen. We moeten ergens een halt toeroepen dat die mensen hun gedragspatroon gaan moeten veranderen. U ziet dat er is toename aan COVID-gevallen ook in het district. Je ziet het ook, Marwijnen ook, ook Paramaribo. En het is de factor mens eigenlijk die overdraagt. En dat maakt dat wij hier zijn om die mensen toch te wijzen van er is een instantie die dan optreedt. Kommerwijnen is ook een deel van Suriname. Wij willen ook mensen gaan voeden van hoe te gedragen in de maatschappij. Wij gaan ook vanuit BIC informatie naar het buiten, naar het publiek brengen, zodat mensen ook weten dat ergens ook een start is gegeven om te gaan corrigeren. Want het praten lukt niet, dan gaan we maar een maatregel moeten treffen. Het is hard, maar ja, de mensen willen het gehoor gaan geven van de zoveel informatie vanuit NCCR en ook COVID-team. Dat was dus DC Rajab Mohamed Safiq van Kommerwijnen. We spraken hem gisteren aan de voet van de Weidenbosbrug. In Paramaribo zijn gisteravond 41 lockdown-overtreders geregistreerd. En in Nikeri waren dat 17.